Dat is vet hoor. Yes! Wow! Come on, say, look at it. Wow! Hoe is die jongen? Alles wel? Ik heb er wel zin in. Gewoon lekker 4 dagen. Ja, ik weet dus niet precies waar ik zin in moet hebben. Nou, ik heb super veel zin in een avontuur. Maar ja. Ik heb er geen zin in dat de kans aanwezig dat ik er straks misschien geen zin meer in heb. omdat de bestemming niet oké is. Maar ik denk dat het wel... dat wel goed komt. Jongens, koffie? Ik heb hier een lijst van Wonder. Bovenaan malaria-pillen. Landen met malaria-risico. Daar zou ik al een beetje van kunnen afleiden waar we dan naartoe gaan. Verrekijker. Malaria-pillen. What the fuck? Zonnebrand. Check. Date. Diarree-remmers. Kaki-afritsbroek. Ik heb het niet. Heb jij een tweede kaki-afritsbroek? Nee. Stroop ik mijn broek wel zo op. Kijk hier met je kaki-afritsbroek. Ready to go. Nga. Ben jij voor ons? Ik ben voor jullie. Nou, wat fijn. Als jullie zin hebben om op reis te gaan. Ja, best wel. Jullie gaan naar de Smiling Coast of Africa, Gambia. Jullie kunnen inchecken bij balie 30. Zie ik jullie straks aan boord. Dat is vet hoor. Onderwijk gevoel was juist, jongen. Nou ja, Noordwest-Afrika en dan... Fucking vet. Ja, maar dit is vet, man. Ja, man. Super, Gambia. Fucking lekker. Gek. Gambia denk ik aan wildlife. Ik denk aan kampvuurtjes op de vlakte. Hebben ze daar die klik al? Die shit? Dat zou ik eigenlijk... Nee, voor mij is het gewoon Engels. Oh. Ja. Ik denk aan Engels. Ja, je denkt aan Engels. Gambia's islamitisch voor het grootste gedeelte, maar Franse en Engelse nederzettingen en voertaal Engels. Cameraman die filmt tijdens de vlucht. Dat is gewoon heel vervelend. Boe. Gambia. Kom op jongens. Gambia. Er staat gewoon een ding te lopen hier. Dit zijn onze twee grote vrienden. Gaat hij nog een rondje? Nou is hij hem zelf ook gewoon vergeten ook. Hij was zo erg met mij bezig dat hij gewoon zijn eigen koffertje vergat. Zo jongens, dat is mijn traditie. Gewoon gelijk omtrekken. Deze man is nog geen 5 minuten in Gambia. Hij moet echt meteen al strippen. Gebruiksaanwijzing bij date? Niks zeggen, mond dicht. Denemarken! Oh, sorry, wrong sign. Nou, dit voelt gelijk heel erg goed, Gambia. Vriendelijke mensen, echt super vriendelijk. Er is al, denk ik, ongeveer 10 keer met een zieke big smile welkom gezegd. Welkom! Welkom to the Gambia. Hé, wow, yo, de hitte hier. Op een mooie paar dagen. We gaan het zeker lukken. Ik vind het nu al een goed begin. Cheers, jongens. You know, arriving on the Tangier fish market. Yep. It's one of the biggest fish market in the Gambia. Kijk, buitenbootmotortje. Hey. Ik vind die sfeer heerlijk. Local vismarktje, ons kent ons. Is toch mooi dit? Ja, vismarktje. Ja, het is een vismarkt. Ik vind het fucking epic, man. Het is zo raar, want als je er echt middenin zit zoals nu, dan merk je dus pas hoe het verschil echt is. En het feit dat hier allemaal gewoon mensen blijkbaar op het strand zitten. Ik weet niet precies wat ze hier allemaal doen, maar volgens mij zitten ze gewoon allemaal te chillen. Ik vind het gewoon voorstelbaar. Kijk hoe vet veel mensen, jongen. Ja.
Ik vind het zo mooi. Gewoon een kruiwagen, volgooien met vis, vers uit de zee en dat rijden we naar een rokerij. En dan is het goed. Ja. Zo simpel kan het leven zijn. Oh, die vis hier, jongens. Fantastisch. Excuse me, excuse me. Fish coming through. Fish coming through. Fish coming through. Zo, flikken ze allemaal weer in de zee. Zie ze allemaal kijken, zie ze allemaal kijken. Nee joh, ik doe ze niet in de zee. Nou, mooi toch, super authentiek. Ja, echt onvoorstelbaar. Ja. Nou, visje roken dan maar. Hè? Let's check it out. Doen we fine? Good, 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 good. Dit is dus de plek waar ze de visjes roken. Visjes roken. Kijk joh. Vijf dagen roken voor vissen? Het ziet er echt sick geschrompeld uit. Ja, hè? Het is niet wat je bij de kibbelingstent haalt, hè? Dat is het eerste wat ik eet in Gambia. Als ik vanavond aan de diarree ben, dan weet ik in ieder geval dat die diarreepillen ergens nut hebben gehad. Eet smakelijk. Oh, it's nice. Very good. Just like mackerel. Very good. Yeah. Tastes like mackerel. Vissa, 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 vissa. Thank you. Thank you. Hey, ik vind het wel even best. Zullen we naar het hotel gaan? Ja. Oh, wat nice. Wow, yo. Nice. Wow. Come on, Zee. Look at him. Wow! Fucking Zee! See what I'm telling you. Oh, nice, baby! Respect! The best holiday you're gonna have. Fucking vet! Eddie, ik hoop dat jij echt een verrotte kamer hebt. Wat is de view? De zee! We hebben gewoon zee view! Kijk dan! Koning! Ibrahim, we are very curious. What are we going to do? Today is the Fashion Week Gambia. Fashion Week Gambia? Zie ons er dan echt ontzettend fashionable uitzien. Fashion Week Gambia. You're welcome. You awesome. Should have warned us and we would have rented a tuxedo. Als wij nou hier voor gaan staan en een foto gaan maken, dan weet ik nu wat de krantenkop is. Twee losers die geen fuck van mode weten uit Nederland komen onze modeweek verstoren. Kijk dan. Zie die dames. Can I talk to one of you, then show you around and you can do all the shit, because I know it's gonna take time. Yeah, sure. Zenuwachtig, fashion, mode, ja, mode, druk, stress, druk, stress, word een gek. Kom op, we gaan met die man foto. Yeah! Yeah, that's it. Eddie, what's your name? Zena. Zena? I think the fashion week in the Netherlands will be very popular. Look at this, this is beautiful, isn't it? Thank you very much, brilliant. Thank you. Thank you. Oh, dit wordt een hele leuke avond. Yes. Jennebo neemt ons mee backstage to meet the designers and the models. Hi. My name's Eddie. Woman, you're looking gorgeous. Wonderful. This is the dangerous stuff. If you walk on a catwalk, we would go down like crazy. Also in for some sparkling white? Sparkling white is great. Kom maar, kijk daar, een gier. Ik had veel verwacht van Gambia, jongens, maar dit niet. Wat een prachtige vrouw, een jetset van Gambia. Ja. En ik ben niet zo fashionable, maar hier voelde ik me wel thuis, hoor. Ik ook wel. Was lachen. In ieder geval, hartelijk dank voor het kijken naar deze allereerste aflevering op Wonder van ons avontuur in Gambia. Vergeet niet te abonneren op Wonder, want dan weet je dus dat we de volgende week gewoon weer zijn met een nieuwe aflevering hier vanuit Gambia. Cheers. Woo.